Een week lang bleef Feyenoord hier in Marbella in Spanje onder, zoals je kan zien, fantastische weersomstandigheden. Er is heel veel getraind, maar het hoogtepunt moest natuurlijk die wedstrijd worden tegen die Zwitserse topclub FC Basel. Hoe dat is verlopen, die wedstrijd van Feyenoord, die laatste test voordat het seizoen volgende week weer echt van start gaat in Utrecht. Hoe dat is verlopen, ga je nu zien in de volgende samenvatting. Feyenoord in de sterkst denkbare opstelling tegen de Zwitsers. Dus met Mulder in de goal, een verdediging met Janmaat de Vrij, Matthijssen, Martens Indy. Een middenveld met Klaasie, Immers en Villena. En de aanvallers zijn Boetius, Pelle en Schaken. Scheidsrechter heet Perez. En ook voor oefenduels moet worden getost. Wie mag aftrappen? En wie eerst met zijn gezicht tegen de zon in kijkt. Feyenoord-Basel, 2 jaar geleden ook gespeeld op hetzelfde veld. Toen 3-3. Nu Feyenoord met het balbezit. Voor de man in vorm, Klaasie. Direct druk van de Zwitsers. Koploper en regerend kampioen. FC Basel en Janmaat weg aan de rechterkant van het veld. De overtreding lijkt van Andriest. En dan als Safari erbij komt, dan geeft de scheids echt een vrije trap. Villena. En net niet Pelle, net niet Matthijssen. En dus ook net niet 1-0. Balverlies Basel. Pelle. Klaasie. Villena moet gelijk geven. En doet dat te laat. Pelle in buitenspelpositie. En doelman Vailati kan rustig oprapen. De Rotterdammers goed in de beginfase van de wedstrijd. Dit is Schaken, de kopbal van Pelle. En weer Vailati, de keeper van Basel. Een goed eerste kwartier dus voor de Rotterdammers die zichzelf vergeten te belonen. FC Basel, David Degen. Kan meters maken op het middenveld. Andriest, mee op rechts. Bij de tweede paal Marco Streller. Vrijgelaten door Matthijssen en Janmaat. Hij blesseert zich bij het maken van het doelpunt, maar hij telt wel. Andriest ziet zijn ploeggenoot vrijstaan bij de tweede paal. Komt ook in aanraking met die paal en moet zich laten vervangen. Maar een fraaie 1-0 voor Basel is het wel. Tegen de verhouding in. Maar daar maalt in het Zwitserse kamp helemaal niemand om. Feyenoord, goede bal. Goede bal Jordi Klaasie. Immers met de gelijkmaker. Nee. Het is Ayeti, de verdediger, die voorkomt dat de Rotterdammers scoren. Maar wat een heerlijke paas van Jordi Klaasie was dat. Villena dan. En weer die Vailati, die goed staat te keepen. Maar opnieuw geen Rotterdamse goal. Dit zijn de toeschouwers die er niet meer in mochten. 1200 man zaten er op de tribune, met name uit Rotterdam. En dit is natuurlijk totaal overbodig in een oefenduel. Philip Degen zo ervaren en dan zo laten gaan. Slaat helemaal nergens op die overtreding. Terechte gele kaart voor de Zwitserse centrale verdediger. Verder met voetballen dan. Weer Feyenoord. Schaken. En zo laat Feyenoord zien dat het dicht bij de goal van de Zwitsers weet te komen. Maar dat het dat laatste tikje steeds net niet weet te geven. Boetius. Pelle vraagt bij de eerste paal. Maar krijgt hem niet. In tweede instantie wel. Geen doelpunt. Maar kijk naar de woede van Graziano Pelle. Boos op Boetius. Hij had hem in zijn voeten willen hebben. Om de gelijkmaker te kunnen scoren. Gebeurt niet. Blijft 0-1. Safari. De Zweedse verdediger. De kopbal daar. Van Stefan Andries. De man van de assist bij de 0-1. Maar geen gevaar voor Erwin Mulder. Feyenoord weer. Schaken wordt bereikt. In één keer op Tony Villena. Dan moet je een beetje geluk hebben. Dat heeft Villena hier niet. Maar het geeft nogmaals aan dat er met de aanvallen van Feyenoord in de eerste helft helemaal niets mis was op het feit na dat zij niet ingingen. Niet onbelangrijk. Tweede helft. Veel wissels aan Zwitserse zijde. Het voetbal werd er zichtbaar niet beter op. Immers. Vindt op links. Boetius. Aanname is niet goed.
dit wel. Dag, Kai Vozer. Jammer dat de voortzetting van Boetius niet zo goed is als de passeerbeweging. En Feyenoord dus nog altijd niet scorend op het Marbella voetbalcenter. Volgende week is het Utrecht uit voor de competitie. Dan zal dat euvel verholpen moeten worden. Nu dan, Pelle. Goede voorzet, Dieter Kopbal. Maar opnieuw, geen treffer. En gelukkig dat het dan maar een oefenpartijtje is. Ronald Koeman gaat wisselen. De hele ploeg eruit en 11 nieuwe erin. Maar niet voordat Basel nog een hoekschop mag nemen. Janmaat voorkomt dat Fabian vrij kan schieten, maar de bal was al achter geweest. En dan zoals gezegd, 11 eruit, 11 erin. Waaronder Lamproe, Congolo, Goossens, Verhoek en Bakal en Armenteros. Maar ook de twee A-junioren die mee zijn op trainingskamp. Rodney Lopez Cabral en Rick Dekker. Zij krijgen de kans van trainer Ronald Koeman om zich te bewijzen. Dit is Rick Dekker, verdedigende middenvelder. En zoals altijd, veel wissels maken een wedstrijd niet beter. En dat geldt ook voor Feyenoord tegen FC Basel in Marbella. Dit is Mohamed Salah. Een Egyptische aanvaller van FC Basel. Het blijft 1-0. Lopez Cabral. Van Beek. En Lamproe. Feyenoord laat het balletje achterin rustig rondgaan. Goossens. Verhoek wordt niet bereikt. Dit is Bakal. Lopez Cabral. En dan buitenspel van Mitchell tevreden. Nog altijd meer balbezit voor Feyenoord. Maar de Zwitsers vinden dat wel prima, zolang er niet wordt gescoord. Foutje van Dekker. Hier moet worden afgespeeld door Seraidi, de Ivoriaan, op zijn ploeggenoot Mbolo. Maar dat doet hij niet, egoïstisch. En dus kans verkeken. Van Beek. Verkeerde kaats van Goossens. En zo Salah met de 2-0. Nee, net niet. Net niet. Maar hier moet Goossens scherper zijn op het middenveld. Slordig balverlies leidt een gevaarlijke kans in. Hoekschop van de Chileen Diaz. De kopbal is er. Van de Argentijn Sauro. Maar Lamproe hoeft niet in actie te komen. En zo hobbelt de wedstrijd naar het einde. En is Feyenoord er toch alles aan gelegen om nog gelijk te maken. Verhoek kan niet gevaarlijk worden. We zitten in de slotfase, in de blessuretijd van de wedstrijd. En dat is het eindsignaal van scheidsrechter Perez. Feyenoord speelt goed tegen FC Basel, maar het wint niet. 2 jaar geleden werd het 3-3. Nu een 1-0 nederlaag voor de Rotterdammers. En daarmee zit het trainingskamp voor dit jaar erop. Ondanks dat we verliezen, vind ik dat we een uur lang zeker niet de mindere waren. Maar ik krijg eigenlijk toch simpel een goal tegen. Nou, voor de rest hebben ze eigenlijk een uur lang weinig kunnen creëren. Ik vond dat we aanvallend, dat veldspel op zich goed was, maar gaat met name in de laatste fase van je aanval. De laatste voorzet was te vaak onnauwkeurig. Maar ook wat ongelukkig. 2 ballen die van de lijn worden afgehaald. Dus ik ben niet ontevreden. Nou ja, het laatste half uur zie je wat hun bank is en wat onze bank is. Nou ja, daar zie je dat niet voor niets dit soort ploegen Champions League spelen. Want die hebben een hele grote groep voor dat niveau. En dat hebben wij niet. Nou ja, het was natuurlijk voor ons een pittige week. Een goede week om ons natuurlijk voor te bereiden op de wedstrijden die gaan komen. De 3 wedstrijden in de week. En we hebben goed getraind hier. Ja, dat wil je natuurlijk zo goed mogelijk afsluiten, denk ik. En, ik denk dat we niet heel slecht hebben gespeeld. Maar je ziet gewoon dat de ploeg als Basel, die wacht het af. En die wacht in principe op een paar foutjes van ons. En je ziet het op niveau. Ja, wordt gewoon 1 bal inleveren, wordt wel gelijk afgestraft. En dat is wel het niveau waar iedereen denk naartoe wil. En dat kun je ook zien denk, hoe vast de jongens spelen. We hebben 2 jongens van de A1 ook mee.
Een aantal andere jongens die hadden het vandaag moeite, terwijl ze in andere momenten wel hebben laten zien dat ze heel goed kunnen voetballen. Alleen ja, zet je dat bij elkaar, ja, dan kom je tekort en dat vind ik ook vrij normaal. Iedereen doet zijn best en iedereen is belangrijk voor het team. En ook de jongens die maar een half uur hebben gespeeld. Het is natuurlijk altijd vervelend voor een speler als je niet als basisspeler erbij hoort. Maar de jongens gedragen zich professioneel en zijn ook belangrijk voor de baas zelf. Als ik dan zie hoe wij in een aantal momenten het duel aangaan, dan is dat veel te lief. En dan is dat een goede les waarin wij daarvan moeten leren. Hoe je op dit niveau een wedstrijd bespeelt, want dat is bij ons nog wel eens iets liever dan dit soort ploeg dat doen. Ja, dat zullen we volgende week moeten zien hoe scherp en of we er staan als team. En daar heb ik alle vertrouwen in. Ik hoop gewoon dat het team beseft gewoon dat we de lijn moeten doortrekken. Wat we net voor de winststop eigenlijk hebben laten zien. En dan zal moeten blijken hoe we er volgende week voor staan. Feyenoord sluit het trainingskamp in Marbella dus af met een 1-0 nederlaag tegen FC Basel. Volgende week gaat het weer om het Echi in Utrecht. Hervat Feyenoord de competitie en dan voor de beker naar Ajax. Voor de competitie naar ADO en thuis tegen Vitesse een loodzwaar programma. En of Feyenoord daar aan de hand van een week Marbella klaver is, zie je morgen als we in Sportclub Rijnmond een lange repo laten zien van Feyenoord in Spanje.